Welkom bij de podcast van Baasbegrip. In deze podcast krijg je handige, praktische en vooral logische tips op het gebied van mindset, persoonlijke effectiviteit, zelfvertrouwen en communicatie. Om jezelf te versterken en je persoonlijke en werkgerelateerde uitdagingen succesvol aan te pakken. Ik ben Sandra en ik wens je heel veel plezier met het luisteren naar de Baasbegrip podcast. Welkom bij de Baasbegrip podcast. En leuk dat je weer luistert. En welkom als je een nieuwe luisteraar bent. Ook heel erg leuk. En deze keer wilde ik iets vertellen over... uitleggen over het versterken van jezelf. Want is wel echt opgenomen in... soort van de slogan of de ondertitel van Baasbegrip. Hè. Versterk jezelf op de meest logische manier voor jou. En ik dacht van ja, ik ga toch nog eens een keertje weer uitleggen wat ik daar nou eigenlijk mee bedoel met het versterken van jezelf. En überhaupt waarom je dat überhaupt zou willen en hoe je dat zou kunnen doen. We hebben natuurlijk allemaal gewoon bepaalde concrete doelen in het leven, maar... Als je gewoon nog op zoek bent naar een heel waardevol persoonlijk basisdoel voor jezelf, dan zou ik je wel willen adviseren om je dus te focussen op het versterken van jezelf. Maar wat bedoel ik daar nou eigenlijk mee, het versterken van jezelf? Het is eigenlijk, het heeft een beetje toepassing op een aantal dingen, of het heeft te maken met een aantal dingen. Ten eerste, en dat klinkt misschien een beetje gek, misschien krijgen sommigen er wel helemaal de kriebels van. Maar het heeft ten eerste te maken gewoon met het houden van jezelf. Dus met het accepteren en het respecteren van jezelf. En ook met dat je gewoon goed voor jezelf zorgt. Dat is niet egocentrisch of zo. Je staat door toch goed te zorgen voor jezelf en jezelf te waarderen... sta je gewoon sterker in het leven. En daardoor kun je er eigenlijk gewoon nog beter of meer of... maakt niet uit, voor anderen zijn. Ander punt bij het versterken van jezelf is dat het gaat om het vertrouwen op jezelf. Dus dat je dus niet gaat zitten wachten op anderen of dat externe omstandigheden misschien gaan veranderen. Of dat dingen gaan verbeteren om je heen. Dat je daar niet op gaat zitten wachten, maar dat je gewoon echt leunt op jezelf om dingen te verbeteren in je leven als je dat zou willen. En een laatste toepassing op het versterken van jezelf, dat gaat eigenlijk over het kennen van jezelf en het focussen op jouw kern. Dat je gewoon weet wat jouw kerneigenschappen zijn en dat je ze ook gebruikt. Dat is ook nog een belangrijke ding, want rijtjes maken over je persoonlijke eigenschappen, dat is best wel populair. Maar vervolgens vergeten mensen nog wel eens dat je er ook dan iets mee moet doen eigenlijk, anders heeft al die kennis niet zo heel veel zin. Maar goed, dat is dus gewoon heel belangrijk, dat je jezelf kent en dat je dus ook vooral niet van jezelf verwacht om een andere persoonlijkheid te worden als je situaties voor jezelf wilt verbeteren. Dus dat is een beetje wat het versterken van jezelf, als ik het daarover heb, dan bedoel ik eigenlijk die drie dingen. Dus het houden en zorgen van voor jezelf, of houden van jezelf en zorgen voor jezelf. Het vertrouwen op jezelf om dingen te verbeteren. En dus echt jezelf gewoon goed kennen en niet proberen een ander te willen zijn. Maar waarom zou je dat nou eigenlijk allemaal willen? Waarom zou je eigenlijk het soort tot een doel van jezelf... willen maken om je daarop een beetje te richten in het leven. Niet dat je daar constant elke minuut mee bezig moet zijn natuurlijk. Maar dat je dat wel gewoon belangrijk vindt in het leven om jezelf te versterken. En dat is eigenlijk omdat je omstandigheden gewoon veranderen gewoon de hele tijd. Je kan dus tegen een bepaald probleem aanlopen dat kun je dan eventueel oplossen of het wordt voor je opgelost. Maar het leven gaat gewoon door en vervolgens kom je de andere omstandigheid weer tegen. Dus wat je dus eigenlijk wil is dat je aan de basis zelf gewoon sterk staat. Dat je je niet door elke wind laat omwaaien, maar dat je gewoon een beetje stevig staat in elke storm eigenlijk. En je wilt gewoon ook het beste uit jezelf kunnen halen. Daarmee bedoel ik overigens niet met beste dat het hoogste is of
daar waar je het meest of op het toppen van je kunnen. Hè? Dat je altijd gewoon helemaal optimaal moet presteren. Maar gewoon dat wat er in je zit, dat je dat ook naar boven kan halen. Dat je dat ook kan gebruiken. Dus gewoon echt het beste uit jezelf halen. En dat, dat het gewoon een belangrijk doel is om succesvol te functioneren. Waarbij functioneren klinkt een beetje zakelijk misschien, hè? Maar ik bedoel met functioneren gewoon echt heel breed. Dus wat je doet, hoe je je voelt, hoe je bent, hoe je staat in het leven, hè? Je doen en laten. En dat je dat gewoon op de meest succesvolle manier kan doen. Waarbij succesvol ook weer eens niet betekent van het hoogste, de hoogste functie of zo op je werk of iets waar je het meeste geld mee verdient. Maar succesvol gewoon voor jou. Dat het leven, jouw leven gaat op een manier waar jij je goed bij voelt en waar jij blij van wordt. En dat het bij jou past. Dus dat betekent eigenlijk succesvol functioneren. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de doelen van het willen versterken van jezelf. Dus met allerlei omstandigheden in principe zoveel mogelijk om kunnen gaan. Dat je het beste uit jezelf kan halen. En dat je gewoon voor jou zo succesvol mogelijk kan functioneren. Dat je er gewoon dus op die manier ook gewoon lekker in je vel zit. En niet elke dag hoef je per se helemaal hysterisch happy de peppy te zijn natuurlijk. Maar dat het leven gewoon zo gaat. Zoals jij, waar jij je gewoon prettig bij voelt. Nou, en hoe kun je dat nou doen? En ik denk dat daar een aantal soort persoonlijke basisvaardigheden belangrijk voor zijn. Om je daarin om je die eigen te maken. En dat zijn er eigenlijk drie. Daar help ik bijvoorbeeld ook bij in de adviesgesprekken. Maar die drie zijn dus eigenlijk die drie vaardigheden zijn eigenlijk probleemaanpak, zelfontwikkeling en zelfcoaching. Nou, en wat betekenen die dingen nou? Als je het hebt over bijvoorbeeld probleemaanpak, dan bedoel ik daarmee dat je gewoon voor jezelf besluit om uitdagingen die jou belemmeren, zoals stress of twijfels of lastige samenwerkingen of onzekerheden of het regent heel hard en ik heb het raam open, dus misschien horen jullie een beetje lawaai op de achtergrond. Sorry daarvoor. We hadden het over probleemaanpak. Dus dat je gaat voor probleemaanpak. Dus dat je als je dus ergens tegenaan loopt, uitdagingen of problemen die jou belemmeren, zoals stress of twijfels of lastige samenwerkingen, dat je die dus besluit zelf aan te gaan pakken. En dat je dat, maar dat je dat wel op een beetje rustige, logische, gestructureerde manier doet. En op een manier die ook bij jou past. Dus dat je eigenlijk niet als een soort kip zonder kop dan denkt van, oh, ik heb hier last van. Hè? Bijvoorbeeld, ik heb last van onzekerheid, dus ik ga nu direct naar YouTube. Of naar Instagram of een of andere cursus kopen. Vind hier de manier om je zelfvertrouwen op te vijzelen. Denk eerst even. Doe dat als je dat wil, dan moet je dat natuurlijk doen. Maar ik denk dat het handiger is om eerst even rustig na te denken over wat is nou dan precies mijn probleem? Waarom heb ik daar last van? Wat is het echt? Hè? Dus helemaal tot in detail dat ding. Want onzekerheid voor de een kan heel anders, hele andere oorzaken hebben dan onzekerheid bij de ander. Dus wat is het nou bij mij? In welke situatie? Waarom heb ik dat? En wat ben ik voor type? Wat zijn mijn kerneigenschappen? Kan ik daaruit al een beetje misschien verklaren dat de valkuil van mijn kerneigenschap misschien mijn onzekerheid veroorzaakt? Of heb ik eigenschappen in me waarmee ik eigenlijk die onzekerheid soort van zou kunnen compenseren, maar ik gebruik die eigenschappen gewoon te weinig? Dus maak dan eigenlijk soort die analyse compleet en bedenk dan, ik zou het beste dit en dit kunnen doen. Misschien kun je daar nog tips bij zoeken of coaching bij zoeken of wat ook. Dus dat je op die manier, en ontstaat er gewoon een voor jou logisch plan van aanpak. Niet alleen voor jou, maar ook voor de situatie. Dan zit je op de goede weg om jouw probleem aan te pakken. Want als je namelijk met de verkeerde tips voor iets aan de slag gaat, dan heb je, lost het waarschijnlijk jouw bron van stress niet op. En krijg je er eigenlijk nog een stressbron bij, omdat je
jou bij jezelf denkt van ja, ik heb een hele mooie cursus gedaan en nou is het niet gelukt. Dus dat is dan ook heel vervelend. Dus probleemaanpak. Belangrijk om je dat een beetje eigen te maken als een basisvaardigheid om uiteindelijk dus jezelf te versterken. Het tweede was zelfontwikkeling. En daarmee bedoel ik dat je je zelfinzicht vergroot en dat je ook echt trots bent op jouw kerneigenschappen. En wat ik daar straks ook al zei, is dat je dus ook echt je zelfinzicht ook toepast als een soort gebruiksaanwijzingsboekje gewoon in jouw leven. Dat je dus bedenkt, als je het hebt over kerneigenschappen, dan kun je eigenlijk aan een soort van drie categorieën denken. Jouw authentieke karaktereigenschappen, aan jouw unieke sterke vaardigheden, dus de manier waarop jij de dingen doet en waar je energie van krijgt. Dus als je wil nadenken over wat zijn mijn kerneigenschappen, zou je eigenlijk een soort van drie lijstjes kunnen maken. En daar krijg je dan een compleet beeld van. En vervolgens ga je dat natuurlijk ook toepassen. Toepassen bij het indelen van je leven, zelfs misschien wel van je dag. Je gebruikt het bij de keuzes die je moet maken. Of als je een beslissing moet nemen, als je bijvoorbeeld denkt van ik wil een bepaald iets gaan doen. Of misschien twijfel je wel aan je carrière of merk je dat je het helemaal niet leuk vindt op je werk. En dan kun je dus ook lijstje met kerneigenschappen en jouw zelfinzichten bijpakken. Om te kijken van ik kan het wel verklaren eigenlijk waarom ik niet zo leuk vind op mijn werk. En wat zou ik dan het beste voor andere baan kunnen kiezen. Dus dat bedoel ik eigenlijk met dat het heel belangrijk is in de zelfontwikkeling, dat je jezelf kent, dat je zelfinzicht hebt en dat je het vervolgens ook wel echt gebruikt. Hè? Ook met name ook dat stukje of nadenken over van wat kost mijn energie en wat levert mijn energie op. Als je bijvoorbeeld al weet dat je dat het jou een bepaalde afspraak met mensen of zo, maar dat komt nu helemaal voor misschien in je werk, dat het jou best wel veel energie kost en je hebt daar een hele volle week van gehad, dat je dan misschien in het weekend niet ook nog allerlei sociale activiteiten inplant, waarbij je nog meer moet praten met mensen, maar dat je het weekend dan even gebruikt voor stilte en rust om op te laden. Dus dat bedoel ik met eigenlijk het toepassen van je zelfinzicht in je leven als een soort gebruiksaanwijzingsboekje. En als laatste basisvaardigheid, wat je dus goed kan gebruiken om uiteindelijk jezelf te versterken, dat is zelfcoaching. Daarmee bedoel ik dat je gewoon in staat bent om jezelf te kunnen motiveren, om jezelf te ontwikkelen in bijvoorbeeld persoonlijk leiderschap en in het goed zorgen voor jezelf en het hebben van een oplossingsgerichte mindset. Dus eigenlijk dat je jezelf kan coachen om dezelfde verantwoordelijkheid eigenlijk te nemen voor datgene te bereiken van wat jij wilt. Dus dat je jezelf kan motiveren, inspireren om de juiste keuzes te maken bijvoorbeeld. Ik hoop dat jullie dit een beetje leuk vonden en dat jullie het ook echt jezelf gunnen om een soort nadruk te leggen op het willen versterken van jezelf. En het versterken van jezelf, nog even samengevat, dat betekent dus het houden van jezelf, het vertrouwen op jezelf en het jezelf kennen. En waarom je dat zou doen, dat is omdat het hele leven het loopt maar door en dat verandert steeds. En het is belangrijk dat jij sterk staat zelf aan de basis en dat je daarbij niet afhankelijk bent van anderen. Dat je het beste uit jezelf kan halen en dat je ook zo succesvol mogelijk voor jou kan functioneren. En wil je dat? Wil je jezelf gewoon versterken? Kijk dan of je dus in ieder geval deze basisvaardigheden kan aanleren. En dat is dus probleemaanpak en zelfontwikkeling en zelfcoaching. Iedereen kan dat denk ik ook wel echt voor zichzelf doen. Soms, en dat is ook gewoon heel leuk. Ik zei het al, je hoeft daar echt niet elke minuut van het leven mee bezig te zijn hoor. Maar
Nou ja, dat je wel een beetje gewoon jezelf daarop richt. Natuurlijk kunnen er gewoon dingen in je leven spelen dat je echt zodanig niet lekker in je vel zit. Of dat je zo wordt opgeslokt door die belemmerende uitdaging of dat probleem. Dat het gewoon even moeilijk is om daar een soort begin bij te vinden. Of om daarmee te starten of om überhaupt de boom door het bos te zien. Kun je natuurlijk altijd gewoon even hulp vragen. Dat kan onder andere door een adviesgesprek bijvoorbeeld aan te vragen bij mij. Maar goed, het is ook wel superleuk als je daar gewoon zelf mee aan de slag gaat natuurlijk. Dus ik wens iedereen daar heel veel plezier bij. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat je het leuk en nuttig vond en dat je de tips kan toepassen op jouw manier. Heb je vragen? Stuur dan een mail naar info@baasbegrip.nl of neem een kijkje op de site www.baasbegrip.nl. Tot de volgende podcast!